Welkom bij Opla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag zoomen we in op medezeggenschapsraden. Een bron van inspiratie of toch wel een van die obstakels waar we mee te maken hebben. Dat gaan we ontdekken. Daarmee gaan we vanuit verschillende kanten kijken naar hoe ziet nou vernieuwing eruit binnen de wereld van de medezeggenschap. Drie invalshoeken. Hermien van Driest, je bent directeur het nieuwe werken bij Buitenlandse Zaken. Ik vraag zo waar je mee bezig bent. Jan Boersma, vakbondsbestuurder bij de APVA-CABO. Het gaat over onderwijs en onderzoek. Wim van Oosterhout, interdepartementale. Ja, je hebt een hele lange introductie. Je coördineert interdepartementale medezeggenschap voor het ministerie van OCW. Dus je gaat heel het land door, OCW zit overal. Je hebt de langste introductie. Ik ben heel benieuwd, wat doe je? Ik ben er dus voorzitter van. En ik probeer te organiseren dat alle reorganisaties die vanuit de politiek dan wel vanuit de bestuurder worden ingebracht, dat die gewoon goed landen in de organisatie. Is het één ondernemingsraad of een deel ondernemingsraad die daar de verantwoordelijkheid voor zou kunnen nemen, dan wordt het zo snel mogelijk, zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Raakt het meerdere onderdelen van het ministerie, dan wordt het al gauw een departementale aangelegenheid en dan zorgen wij voor de coördinatie. Dus jij hebt jouw tentakels bij alle afdelingen, alle vestigingen heb je uitstaan. En op het moment dat het centraal wordt, zorg jij dat jij daar het aanspreekpunt bent, de persoon bent waarmee je... Dat hangt er vanaf. Het kan vanuit de bestuurderskant wordt het soms ingebracht bij de door. En dan denken wij als dagelijks bestuur van jongens, dit is niet centraal. Dat brengen we terug naar de lokale ondernemingsraden. En andersom kan dus ook plaatsvinden. Het kan dus gebeuren dat een ondernemingsraad het dusdanig te breed vindt, dat het dan toch naar de departementale tafel wordt doorgetild en dat we dan centraal behandelen. Dat kan. Daar gaan we zo op door. Ik ben benieuwd wat voor vraagstukken komen dan op jouw bordje. Wanneer gaan we het over hebben? Ik eens naar jou kijken, Hermien. Ja. Directeur het nieuwe werken. Dan denk ik, ondernemersraden, medezeggenschap. Waarom zit jij aan tafel? Ja. Bij het nieuwe werken denk ik aan hele andere dingen. Ja. Dat klopt ook. Het nieuwe werken gaat wat mij betreft vooral om te kijken als organisatie op een andere manier met elkaar te gaan werken. We kennen enorme technologische ontwikkelingen, waardoor je niet meer kunt werken zoals we dat een aantal jaren geleden deden. Ik heb een programma geschreven voor het nieuwe werken voor Buitenlandse Zaken om in 2016 die open, transparante, moderne diplomatieke dienst te zijn. En daarin moet je samen met de OR gaan kijken hoe je dat vorm gaat geven. Dit zit toch in jullie natuur? Zometeen een stukje geschiedenis van de APVA-CABO, dat is de grondbeginselen gaan over vertegenwoordiging van mensen. Maar jullie net zo. Het is jullie kerntaak om namens mensen dingen te vinden. Dus dan doe je dat automatisch binnen je organisatie ook? Of is dat niet zo? Ik heb geleerd, ook in mijn vorige baan als directeur P&O, dat heel veel dingen eigenlijk niet vanzelf gaan. Die veronderstel je dat ze vanzelf gaan, maar je moet toch elke keer weer zoeken naar een goede dialoog. Hoe krijg je nou in de organisatie een dialoog tot stand waarin je elkaar vertrouwt en respect hebt voor elkaars rollen? En de medezeggenschap is daar een belangrijk in. Kijk, direct naar jou. Dit is doordat het niet vanzelf gaat, hebben jullie bestaansrecht voor een deel. Jullie doen ook andere dingen. Maar medezeggenschap, jullie vanaf enerzijds van binnenuit, anderzijds vanaf de zijkant, proberen jullie hiermee te ondersteunen, te zorgen dat mensen geëvacueerd zijn, ze in staat zijn om hiermee aan de slag te gaan. Wat doen jullie? Wat doe je van de zijkant vanuit een vakbond of van binnenuit? Wat doen we vanuit de zijkant? Wij proberen denk ik vooral ervoor te zorgen om onze leden te interesseren voor deelname aan de medezeggenschap. En ze daarin ook te versterken, bijvoorbeeld door gedeelte opleidingsprogramma's te verzorgen waarin ze leren onderhandelen, waarin ze leren zich te presenteren. Nou, allemaal van dat soort elementen die in de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk van belang zijn. En verder organiseren wij, als zodanig hulp voor ondernemingsraden, mochten ze dat willen. Hè. Bijvoorbeeld als er reorganisaties zijn, helpen we ze in kwesties doorgronden. Jullie trainen, adviseren, jullie kijken van die kant. Ja. De staat van de ondernemingsraad in je eigen organisatie, welk cijfer zou je nu geven? 1 tot en met 10? 6. In mijn eigen organisatie of binnen de sector waar ik werk? Ik ben ook heel benieuwd hoe het bij jullie zelf zit. Dat is natuurlijk een 10, maar toch? Nee. Een 8. Een 8. Dat is wel een dikke voldoende. Een 7, dikke voldoende. Dank. We schalen op het moment dat het bij jou terechtkomt. Je hebt een visie over hoe gaan we om met een medezeggenschap. Welke vraagstukken moeten nu eigenlijk besproken worden? We hebben het over. We hebben het over het instrument ondernemingsraad. Waar moet de ondernemingsraad over gaan?
Ik denk alle onderwerpen die te maken hebben die in de organisatie spelen. Of het nu gaat om beleid of om uitvoering of over processen. Wat je graag wilt, denk ik, als organisatie, dat je met elkaar die organisatie maakt. Ik zeg altijd, een organisatie is een gebouw. En de mensen bepalen in dat gebouw waar je voor staat met elkaar en hoe je een klus klaart met elkaar. En ik denk dat anno 2014 andere dingen worden gevraagd als toen ook die wars en dergelijke werden ontwikkeld. Ze waren vaak een juridisch statuur hadden ze en de bestuurder ging met de OR in discussie. Als er een reorganisatie of iets dergelijks aan de hand was. En ik denk dat je aan de voorkant met elkaar in gesprek moet. Zou pleidooi zo gaan over een ondernemingsraad heeft nu een plek op het moment dat het spannend wordt. We gaan bezuinigen, we gaan reorganiseren, dan bellen we een keer de OR. Ja. En tussendoor komen ze bij elkaar, maar hè? Ja. Op het moment dat het spannend wordt, hebben we een echt gesprek. Ja. En jouw pleidooi zou zijn, hebben we nu structureel met elkaar over. En ook heel veel informeel. Ga met elkaar heel gauw de discussie aan. Wat de opgave is voor de organisatie, de veranderingen die de bestuurder voorstaat en welke plek je daar de medezeggenschap in geeft. Mag ik jou ook aankijken, Wim? Want dit klinkt me als muziek in de oren. Het moet gewoon normaal zijn om met elkaar gesprek te voeren over waar we heen moeten zorgen. Maar dat bepraat ik voor mezelf. Op het moment dat wij een onderwerp krijgen, dan is dat vaak al niet nieuw. Dus wij proberen ook aan die voorkant te participeren als ondernemersraad op ontwikkelingen. En dus je helpt het gesprek op gang. Jij zorgt dat het normaal dus op het moment dat een bestuurder een idee heeft, probeer je op dat moment al invloed uit te oefenen bij de bestuurder. Voordat dat helemaal tot een uitgewerkt stuk ligt, dan heb je een voorgenomen besluit en dan pas naar de medezeggenschap. En dan loop je eigenlijk 3-4 maanden achter, in sommige gevallen. En ik denk dat dat ook een knelpunt is voor de huidige manier van medezeggenschap. Omdat, zeker bij ons bedrijf als gelieerd aan de politiek, dat de politiek natuurlijk een besluit neemt. Het eigenlijk probeert te bombarderen als zijn een politiek primaat. En waarmee eigenlijk de hele besluitvorming gepasseerd is. En dan moeten we alleen nog maar nadenken, ook als medezeggenschap, over uitvoering. Dat geldt trouwens over de directeur op PNO, die hebben daar een probleem mee. En ik denk dat dat niet goed is. Die afstand dan tussen de besluitnemer en uiteindelijk de medezeggenschap. Ja, daar zit een enorm spanningsveld in. Mijn eerste reactie is dan denk ik, maar als je echt mensen in zo'n OR hebt zitten die te doen, dingen voor elkaar kunnen krijgen, de takels uit hebben, zijn achterban en iets voor elkaar. Dan betrek je ze ook aan het begin van het proces. Dat gebeurt ook wel steeds meer. Alleen tegelijk, de politiek heeft daar geen boodschap aan. Die hebben een hele primaire verantwoordelijkheid van jongens, wij willen bezuinigen op geld en dat is onze visie. Lekker zwart-wit. Maar als medezeggenschap weet je ongelooflijk goed hoe dat nou precies tot uitwerking komt in een organisatie. En dan kun je uiteindelijk, als je dat veel beter zou organiseren, en dat gaat in Nederland niet goed genoeg, dan zou je gewoon een aantal beslissingen van de politiek kunnen beïnvloeden om aan de voorkant te zeggen van jongens, we gaan niet al die gevangenissen bijvoorbeeld in Drenthe sluiten, terwijl we tegelijkertijd 1000 mensen moeten zoeken qua werkgelegenheid in de provincies Noord-Holland. Is dat iets voor ondernemingsraad om te doen? Daarom vroeg ik net aan, wat moet er op zo'n tafel? Want uiteindelijk, de medezeggenschap is natuurlijk ook voor het personeel, misschien ligt daar de nadruk ook wel een beetje. Maar we hebben wel een relatie met de bestuurder ook voor de belangen van een bedrijf. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar het te hebben over de goede stoelen en dat soort zaken. Wat maakt, een cijfer als het gaat bijvoorbeeld binnen gemeente. Er zijn niet genoeg mensen om überhaupt zich kandidaat te stellen op een ondernemingsraad. Hoe zie je dat in, je ziet natuurlijk meer kanten. Is dat overal zo? Want een 6, een 8 en een 7... Bij jullie gaat het goed met de ondernemingsraad? Nee, want ik heb onderdelen die ik een 8 geef. En ik heb onderdelen die ik een 5 geef. En helaas ook binnen OCW, daar hebben we gewoon een aantal kolommen. En de ene kolom heeft geen verkiezingen nodig, want ze hebben gewoon geen mensen die ze verkiesbaar stellen. Terwijl de andere kolom komen rustig met 40, 50 mensen bij wijze van die op de lijst willen. En of het nou vakbondsleden zijn of vrije leden, dat maakt mij niet zoveel uit. Als er maar een zeggenschap is. Als het belangen van die personeelsleden vanuit de organisaties maar naar boven komen, borrelen, om uiteindelijk medezeggenschap te kunnen vormen. Als ik denk over het nieuwe werken, dan denk ik, ik heb het idee dat je een nieuw systeem ernaast gaat zetten. We laten het weer even voor wat het is. Er melden zich toch geen mensen aan die mee willen doen, of soms wel. En je gaat er een nieuw systeem naast zetten. Dat is mijn eerste gedachte. Als ik denk aan next practices, wat doen we op dit vraagstuk? Ik weet niet of dat goed of fout is, maar dat is het beeld wat ik nu heb wat er gebeurt. Klopt dat? Of heb ik daarmee een... Nee, kijk. Het nieuwe werken is een instrument wat ondersteunend moet zijn om het primaire proces beter te laten functioneren. Niet meer, niet minder. En het heeft met huisvesting te maken en het heeft met digitalisering te maken, maar het heeft vooral te maken dat je met elkaar op een andere manier gaat samenwerken. Ook met een medezeggenschap.
en met een bestuurder. Het gaat er ook over dat je lagen weghaalt uit je organisatie. Dus de bureaucratie, de hiërarchie op een andere manier gaat organiseren. Dus dat is veel breder. En het zijn met name, denk ik, onderwerpen die iedereen aangaan, dus ook de medezeggenschap. En ja, mijn pleidooi zou ook vooral zijn om vanuit de medezeggenschap te gaan kijken hoe je iedereen bij die dialoog betrekt. Want wat mij elke keer opvalt, is dat de medezeggenschap ook en de medewerkers vooral naar de medezeggenschap gaan als het hun aangaat. Dat het hun individuele reorganisatie of hun, weet je dan, wat ik ook wel snap, want mensen hebben heel veel aan hun hoofd en wat je graag wilt, is dat iedereen er aan meedoet en dat je met elkaar voelt dat het jouw organisatie is en niet jouw individuele belang is. En dat is natuurlijk best spannend hoe je dat gaat organiseren. Ik wil met jullie een gesprek over hoe zorg je nou dat we een imago van een ondernemingsraad maken waar mensen mee willen doen, dingen willen doen. Iemand die volgens mij dat imago weet te keren is Anniette Plat bij de provincie Zuid-Holland. We gaan kijken wat ze binnen de provincie Zuid-Holland voor elkaar hebben gekregen. Anniette, je werkt bij de provincie Zuid-Holland. Daar hebben jullie de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg gekaapt. Wat heb je gedaan? Wat heb je veranderd? Nou, we zijn eerst begonnen met een jonge groep enthousiastelingen om in de OR te komen. We zijn met een flinke club gaan zitten. De meesten waren onder de 35 en hebben echt de ondernemingsraad een andere kleur en schoen gegeven. Maar eigenlijk is het maar een klein gedeelte, want de arbeidsvoorwaarden, daar gebeurt het in het georganiseerd overleg. Dus onze volgende coup was in het georganiseerd overleg komen, terwijl we geen vakbond zijn. Want eigenlijk zijn we voor het idee dat dat iedereen invloed moet hebben, niet alleen maar de vakbondsleden, die ook aardig teruggaan in aantal. Wat hebben we gedaan? We hebben met enthousiaste acties hebben 100 leden geworven. Dat is een niet onbetekenend aantal leden. Toen zijn we in het georganiseerd overleg gekomen. Vooral in samenspraak met de bonden wat we kunnen toevoegen. Want er was behoorlijk wat angst voor zo'n nieuwe groep. Je zit er nu in. Je gebruikt het woord als onbetekenend al. En wat doe jij nu anders dan de mensen die voorheen zaten waar je tegen het strijden ging? Nou, we willen vooral samen optrekken. Maar we merken dat er maar een hele beperkte groep in het georganiseerd overleg zat. En dat was vooral de wat oudere mannelijke lichting. Wij kijken naar maatregelen die breed in de organisatie waardevol zijn. Dus het afschaffen van seniorenverlof, omdat oude lullendagen ook wel genoemd. Omdat er voor elke levensfase oplossingen mogelijk zijn. En niet alleen maar voor die ene groep. Dus veel breder en een stem ook geven aan de niet-leden van de vakbonden. Want ook zij zijn van invloed voor de hele organisatie. En ook de maatregelen die genomen worden, zijn ook voor hen van toepassing. Is het medezeggenschap nu meer een cultuurding geworden binnen de organisatie? Of ben jij nu bij dat eilandje gaan horen? Uiteindelijk zouden we het georganiseerde overleg wel willen afschaffen. Volgens mij is dit een mooi voorbeeld over next practices binnen de overheid. Er wordt ook een onderzoek gedaan vanuit Kisho. Hè? Daar zijn er meer van dit soort voorbeelden. Kunnen we dat mee? Ik ben benieuwd, zie je dat op verschillende plekken gebeuren? Ja, dat zie je op verschillende plekken gebeuren. Wij hebben, zeg maar, voor de CAO Nederlandse Universiteiten hebben we een onderzoek laten doen naar vernieuwing van de medezeggenschap. En, wat komt eruit? Wat zijn de hoofdpunten als het gaat om vernieuwing? Nou, onder andere inderdaad ervoor te zorgen dat het georganiseerd overleg, het overleg tussen vakbonden en het college van bestuur als werkgever en daarnaast het overleg van ondernemingsraden, dat geen black boxen zijn. Hoe maak je dat open? Hoe maak je dat transparanter? Nou, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat het lokale overleg integreert, zeg maar, op de taken met de commissie personeel van een ondernemingsraad of een universiteitsraad. En dat zij met elkaar zich buigen over problemen rond organisatieveranderingen, rond werkgelegenheid, noem maar op. Dus dat soort activiteiten, die krijgen nadrukkelijk vorm. En wat is die vorm dan? Hoe maken we dat opener en transparanter? Ja, hoe maak je dat opener en transparanter? Eén, wat wij proberen, of een afspraak die wij gaan maken, is om, zeg maar, het in de CAO ook mogelijk te maken. Dat je daar voldoende mee kunt experimenteren. Maar wat je gewoon doet, is de agenda's uitwisselen. Vraagstukken die spelen binnen een universiteit bij de kop pakken. En nadrukkelijk kijken van, wat moeten we hiermee? Hoe kunnen we de situatie nou een stap verder brengen? En ervoor zorgen dat er door met name op de inhoud bezig te zijn, er een kwestie van vertrouwen begint te ontstaan tussen eigenlijk alle drie de partners. Het college van bestuur, de werkgever dus,
het lokale overleg, de vakbonden en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging in een aantal gevallen. Bij ons natuurlijk ook dan nog studentengeledingen die ook wat te zeggen hebben. Zo proberen we dat. In andere overlegvormen, ja. Buiten georganiseerde overleg, maar gewoon hele andere sectoren. Ik bedoel, bij gemeente heb je het over een participatiesamenleving. Overal zijn we aan het nadenken over dit soort mechanismen nog wel werken. Hebben wij over 5 of 10 jaar, hebben we dit nog wel? Je kan, als ik nu... misschien word ik ooit nog wel een keertje minister van onderwijs en zitten wij om tafel. Je weet het niet. Dan zou ik denken, joh, laten we elke week een enquête uitzetten onder alle mensen. En iedereen kan meepraten en er zijn tools genoeg. Hebben we dan echt nog mensen nodig die deze rol vervullen? Ik denk het wel. Enerzijds al om de simpele reden dat heel veel mensen ongelooflijk hiërarchisch gevoelig zijn. Waardoor er weinig... Ik zou heel hard nee schudden. Ja. Nee, ik twijfel daar wel over, maar ga je gang. Nou ja, in ieder geval, laten we dan van onze organisatie spreken. En Defensie is een heel mooi voorbeeld ook van. Er is heel vaak toch een respect voor de manager, die toch een belemmering zijn voor mensen om te zeggen wat ze denken. En die zegt aan de andere kant, er komt nooit iemand aan mijn bureau met een idee. Dat is ook lastig. Dus op een of andere manier is er een beeld ontstaan waardoor de medisch zeggenschap niet altijd veilig lijkt te zijn. Ik ben het trouwens mee eens dat het vaak een beeld is en dat de werkelijkheid anders is. Maar ook beelden van het is slecht voor je carrière en dat soort zaken. Een ander beeld is natuurlijk dat de medisch zeggenschap op lager niveau vaak onzichtbaar lijkt te zijn. En dat is ook wat ik net ook al zei, op het moment dat je participeert aan de voorkant, dan ligt de besluitvorming en de duidelijkheid die er ontstaat bij je opdrachtgever, bij je manager, bij je bestuurder. En daardoor heb je eigenlijk je resultaat, die je gezamenlijk hebt gehaald, ben je eigenlijk kwijt bij de bestuurder. Dus dan maak je als medezeggenschap weer een stukje meer onzichtbaar. En slecht voor je carrière, daar is natuurlijk wel wat aan te doen. Een van de aanbevelingen die wij ook op ons bord hebben gekregen, die gedeeld gaat worden, dat is probeer nou die deelname eraan, onder andere aan ondernemingsraden, te stimuleren door bijvoorbeeld het te koppelen aan opleiding, aan assets voor je cv. Waardeer gewoon het meedenken met de organisatie en het daar stappen in zetten. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat ondernemingsraden niet met het woordboekje in de hand van wat mag ik nou wel, wat mag ik nou niet, en in een kader van wantrouwen gaan praten. Maken, want even als ik nadenk over het nieuw werken, dan denk ik, ja, ik heb wel ideeën, dus die wil ik af en toe nog roepen en daar wil ik ook nog wel wat aan doen, zeg maar. Maar op het moment dat ik mijn structureel moet verbinden aan mensen die daadwerkelijk zo'n woord doorlezen, en dat is goed dat we dat hebben, want dat heeft heel veel bescherming. Dus het imago, dat vraagt nogal wat. Daarom volg ik net, gaan we eromheen. En volgens mij is dit een heel grijs gebied. Ik zou van jullie willen weten, wat kan je zelf veranderen? En, even iets zeggen. Ik denk wel dat de medezeggenschap gaat veranderen. Ik heb echt het idee dat het een andere positie... Hè? Jij zei van, nou, ik denk het niet. Maar ik denk dat ze een andere rol gaan krijgen. Net zo goed als wij als medewerkers een andere rol gaan krijgen en onze leidinggevende. Ik denk echt door de technologische ontwikkelingen en de manier waarop we met elkaar gaan in een netwerkorganisatie gaan communiceren, dat die echt over 5 jaar echt heel anders uit gaat zien. Wat zie je dan als voorbeeld, als laatste, als afsluiter? Dat iedereen gewoon veel meer eigen invloed krijgt op die bijdrage die ze kunnen leveren aan die organisatie. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Dus dan gaat ook die medezeggenschap volgens mij veranderen. Dat denk ik. Wat zou jouw uitsmijter zijn? Ik denk wel dat die verandert, de medezeggenschap. Maar ik zou met name richting werkgevers toch het pleidooi willen doen om de medezeggenschap op een goede manier in stand te houden. Door je eigen tegenspraak daar te organiseren. En dat helpt. Dat helpt de organisatie vooruit. Ik denk dat de werkgevers uiteindelijk gewoon een belang hebben bij een sterke medezeggenschap. Zoals ook belang uiteindelijk hebben bij een sterke vakbond. En 80% van de werkgevers is georganiseerd momenteel. En van de medewerkers is nog maar 20% lid van een vakbond. Dat is wel een zorg die we hebben. En uiteindelijk, iedereen heeft belang bij een kritische tegenspraak. Op alle niveaus. Dus dat moeten ze goed organiseren. Ja, helemaal eens. Maar mijn vraag is, en ik heb daar nog niet echt een antwoord op, of je dat op deze manier moet doen. En ik denk dat je medezeggenschap gewoon op een andere manier zou moeten gaan organiseren. Maar ik denk dat de medezeggenschap altijd zal mee veranderen met hoe het ontwikkelt. Ja. Alleen, ik ben niet zomaar dat ik denk van, nou, schaf de woord af, bewijs van. Of pas de woord aan, want het functioneert misschien niet meer helemaal van deze en is niet van deze tijd. Het voorbeeldje wat ik altijd gebruik is, dat is hetzelfde als voorzitter informatiebeveiliging Rijk. Op een gegeven moment, dat werkte niet. En wat heeft men gedaan? Men heeft hem versoepeld.
Dat is hetzelfde als dat je een dorpsweggetje hebt waar je 50 mag rijden, iedereen rijdt hard. Weet je wat, maak er 100 van en daarmee hebben we in één keer het resultaat gehad dat niemand meer te hard rijdt. Dat vind ik veel te kort door de bocht. Ik denk dat er inderdaad wat moet gebeuren om de medezeggenschap mee te krijgen. Ik denk dat de zorg bij mij in ieder geval heel groot is om dat voor elkaar te krijgen. Enerzijds om de kwaliteit in de medezeggenschap, met misschien een kleinere medezeggenschap en inderdaad technische hulpmiddelen te hanteren om een grote achterban te bereiken. Tuurlijk, dat zijn mogelijkheden, daar ben ik helemaal mee eens. Maar je ziet tegelijkertijd bij ons dat er heel veel politieke druk ontstaat, waarbij ze de verantwoordelijkheid laag in de organisatie wegproppen, maar uiteindelijk de besluitvorming op gronden doen die niet meer geënt is op de kennis vanuit de organisatie. Volgens mij zijn er genoeg aanleidingen om met mensen in gesprek te gaan. Ik wil graag afsluiten met jouw pleidooi. Volgens mij zijn we voorlopig nog niet klaar met dit thema. Ja. Ik wil hem wel voor nu afsluiten. Volgens mij, wie hoort nog wel bij een organisatie, wie niet, een vakbond. Het is er en dat blijft er nog wel even. Maar daar zit wel een enorme verandering ook binnen bonden. Of je aan wil sluiten of niet. En dat gebeurt wel weer. Volgens mij is dit een thema waar we de komende tijd mee in de slag kunnen gaan. Ik noemde net al een aantal next practices die worden onderzocht. Waarnaar gekeken wordt wat er gebeurt. Daar kom ik graag een keer bij jullie op terug om daar verder te kijken. Voor die discussie discussieer ik mee. Dank voor dit gesprek. Volgens mij heb ik een aantal mooie elementen kunnen halen over wat mensen zelf zouden kunnen oppakken. Dank voor het kijken. Discussieer mee op hashtag Obla. Kijk voor de volgende uitzending op obla.nl en dank voor het kijken.